Waarom vindt bijna elke Amerikaan Abraham Lincoln de beste president ooit? Dit is de Universiteit van Nederland. Vraag een willekeurig Amerikaan wie de beste president is. En dan hangt het er wel een beetje vanaf of je iemand uit het zuiden spreekt of uit het noorden. Maar ook in het zuiden is het eigenlijk niet meer zo heel erg omstreden. Dat is Abraham Lincoln. Deze president is iemand met een radicale aanpak als het gaat om het afschaffen van de slavernij. Maar bij hem staat eigenlijk voorop het bij elkaar houden van het land. En dat is een beetje moeilijk te begrijpen, dat hij radicaal kan zijn en toch probeert om alles in het werk te stellen om zijn land bij elkaar te houden, want is dat niet juist zoeken naar een compromis? Ja, en dat is iets wat historici ook moeilijk vinden om uit te leggen, maar toch klopt het wel. En ik hoop dat te kunnen uitleggen. Lincoln heeft in de hoofdstad Washington het meest in het oog springende memorial gekregen. De meeste presidenten hebben een gedenkteken in de hoofdstad gekregen en dat van Lincoln ligt aan het eind van de Mall. En daar ligt die vijver voor, de Reflecting Pool. En daar vinden ook allerlei demonstraties plaats. Zoals ik zei, in het zuiden zal niet meteen elke Amerikaan die je daarover aanspreekt zeggen, ja, Lincoln is de grootste president, want daar heerst nog wat ressentiment over de burgeroorlog. En heel af en toe wordt het monument in Washington ook nog beklad door een vandaal die daar bijvoorbeeld zoiets als nigger lover op kalkt. Maar zoals gezegd, hij in alle ratings, in alle opiniepeilingen onder historici vooral, maar ook onder het grote publiek, eindigt hij toch op nummer 1. Hij staat op het dollarbiljet van $5 en het memorial, dus het monument dat aan hem gewijd is, staat achterop. Hij zelf staat voorop. Waarom $5? Daar zit helemaal geen systeem in. George Washington zit op $1. Zonder monument op de achterkant. Er staat gewoon one om het makkelijk te houden. Maar Lincoln heeft toch echt die reputatie van de man die aan het begin staat van het huidige Amerika. Hij is bekend geworden van onder andere deze hoed, die de stovepipe heet, dus de kachelpijp. Dan kan je zeggen, ja, dat was gewoon de mode van die dagen, maar dat is niet helemaal waar. Toen al was het uitmodisch en gold toen al als een beetje een rare figuur wat zijn kleding betreft, maar dat vond men ook heel erg authentiek. Denk niet dat framing van je politieke tegenstanders en imagebuilding juist ten goede, waar je zelf heel erg aan meewerkt en waar je spindokters op aansturen, alleen maar van de 20e en 21e eeuw is. Nee, ook toen al was het voor Lincoln van belang om te gelden als de jongen van de prairie die nog in een blokhut was opgegroeid. Een moeilijke jeugd, dat doet het ook altijd goed. Nou had Abraham Lincoln, was echt een heel authentieke figuur, hij had een moeilijke jeugd. Hij had een vader waar hij niet goed mee op kon schieten. Een moeder die op jonge leeftijd overleed, dus hij is een beetje in eenzaamheid opgegroeid, maar hij kon heel, wat je noemt, heel goed leren. Wat betreft dat prairie-imago vond hij het ook helemaal niet erg dat zijn tegenstanders hem een beetje afdeden als een al te simpele ziel die nauwelijks kon lezen en schrijven. Hij kon uitstekend lezen en schrijven, hij was alleen homeschooled. Hij had geen formele opleiding, maar hij had thuis heel veel geleerd. Zolang zijn moeder nog leefde, van zijn moeder en van de rest van de familie. En hij werd afgedaan als de railsplitter, een man die eigenlijk maar één ding goed kon en dat was van die paaltjes met een bijl, paaltjes splijten die dan gebruikt werden om stukken land van elkaar af te schermen. 1860, dan wordt hij gekozen. Hij heeft daarvoor bij de Whigs gezeten, dat is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Dat zijn een soort regenten, liberalen, in ieder geval vrij conservatief ingestelde mensen. Maar ze zijn steeds meer opgeschoven naar het afschaffen van de slavernij.
in het noorden, in het zuiden, waar de Democratische Partij sterk is, daar is men nog lang zover niet. In het zuiden heerst bovendien een specifiek probleem, dat in sommige staten meer mensen uit Afrika wonen dan uit Europa. In een staat als Mississippi wonen meer Afrikanen dan blanken. Dus op het moment dat je de slaven vrijlaat, is er een concreet gevaar, want hoe zal die meerderheid, die dan ineens vrij is, zich gedragen tegenover de minderheid van wie men zoveel narigheid heeft ondervonden. Bovendien is er op het gebied van de katoen een ontwikkeling gaande die ook werkt in de richting van het zoveel mogelijk je vastklampen aan de slavernij. En dat is dat de mechanisering van de katoenindustrie heeft geleid tot een enorme vraag naar katoen. Dus de katoenplantage wordt een steeds lucratievere aangelegenheid. Terwijl aan alle kanten wordt geroepen om vrijheid voor de slaven, is er dus een economisch motief om helemaal daar niet serieus over na te denken. Kortom, het conflict, dus de conflictstof, stapelt zich op. En als Lincoln in 1860 wordt verkozen namens de Republikeinse Partij, een nieuwe partij, die zich heel sterk opwerpt voor afschaffing van de slavernij, krijg je in het zuiden dat men denkt van oké, men ziet de bui hangen en er ontstaat een beweging om de slavenstaten, waar men dus het meest gehecht is aan de slavernij, te laten afsplitsen van het noorden. En dat gebeurt nog voordat Lincoln in 1861 wordt geïnaugureerd, wordt die afscheiding een feit. 7 staten, later uiteindelijk 11. En dan krijg je dus in het zuiden de Confederacy en in het noorden de Union. Als Lincoln is gekozen, dan spreekt hij zich ook steeds duidelijker uit voor die slavernij. Het zuiden scheidt zich af, er beginnen schermutselingen. En in april 1861 is de burgeroorlog een feit. Als de eerste schoten in de burgeroorlog worden gelost bij Fort Sumter in de haven van Charleston. Dat is een fort dat nog stevig in handen is van het noorden. Het zuiden gaat schieten. De zuidelijke legers nemen Fort Sumter in en dan heb je dus een onomkeerbaar feit. Het is oorlog. Die oorlog duurt uiteindelijk tot 1865. Aanvankelijk is het zuiden sterker, maar in de loop van die eerste jaren zijn er toch wel af en toe ook momenten waarop het noorden, de Unie, de Union, sterker wordt. En de kansen beginnen te keren in 1862. Dan is er de slag bij Antietam, die je zou kunnen zeggen eindigt in gelijkspel. Maar er is toch een nieuw feit, de zuidelijke troepen trekken zich terug van het strijdtoneel zonder dat zij de overwinning hebben geboekt. En het noorden interpreteert dat als een overwinning voor de Union. Wat je dan krijgt is dat Lincoln zich sterk genoeg voelt om de slavernij af te schaffen. Maar er zijn ook slavenstaten die zich niet hebben afgescheiden en om die bij de Union te houden, kan hij niet zeggen ik schaf de slavernij überhaupt af. Nee, die afschaffing van de slavernij blijft beperkt tot de rebellenstaten. Dus de staten van de Confederacy die in opstand zijn tegen de Unie. En dat gebeurt op 1 januari 1863, die Emancipation Proclamation. Lincoln is een praktisch man. Hij zegt wel, ik noemde net Missouri en Kentucky als staten die een beetje aan beide kanten aarzelen. Wat zullen we nou, horen we nou bij het noorden of bij het zuiden? Van hem is de uitspraak bekend, I hope I have God on my side, but I need Kentucky. En Lincoln is zich heel erg bewust van de noodzaak zijn politieke basis vast te houden. Hij heeft ook gezegd, ik ben absoluut voor afschaffing van de slavernij. Maar als ik de slavernij moet behouden voorlopig even om het land bij elkaar te houden, dan is dat misschien toch de weg die ik moet bewandelen. Lincoln is in die zin dus een volbloed democraat. Hij wil alles doen om het land bij elkaar te houden. En dat is dus ook de reden
dat hij voor veel Amerikanen juist die grote president is, die langzamerhand ook in het zuiden als een groot president wordt aanvaard. In 1863 houdt hij zijn beroemde rede op het slagveld van Gettysburg. Dat is de eerste echte grote overwinning van het noorden in de slag bij Gettysburg, Pennsylvania. En ik citeer even, als hij daar die speech houdt, het is een ultiem korte speech. Als je hem in een A4'tje perst, dan is het een half A4'tje. The great task remaining before us is that from these honored dead, de doden die wij hier gedenken, het is 2-3 weken na de slag, die doden liggen half begraven, het is nog echt een slagveld waar nog geen orde heerst zoals dat op een kerkhof hoort te zijn. We take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom. And that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. Hij wil maar één ding, dat de democratie in stand blijft. Dat is zijn beroemde Gettysburg Address dat gebeiteld is in de muren van het Lincoln Memorial. Op 9 april 1865 eindigt de burgeroorlog. Generaal Lee, Virginia, Alexandria, Virginia, Arlington, dat is het landgoed van Lee, de grootste, bekendste Amerikaanse militaire begraafplaats, precies aan de overkant van de rivier. Vanuit Washington bekeken, dat is het vroegere landgoed van generaal Lee, dat in beslag werd genomen natuurlijk, want het was land van de vijand. Generaal Lee geeft zich over bij Appomattox. En op 14 april, maar een paar dagen daarna, vindt er een aanslag plaats op Abraham Lincoln in Ford's Theater in Washington, waar hij gewoon een toneelvoorstelling bezoekt. En hij sterft de dag daarna. Hij leeft nog een paar uur en de volgende ochtend is hij dood. In 1864 wordt het 13e amendement in de grondwet aangenomen door de Senaat. Dat wordt dan in 1865 door het Huis van Afgevaardigden gedaan. En in december van dat jaar hebben voldoende staten dat amendement op de grondwet, het beroemde 13e amendement op de grondwet, geratificeerd om te kunnen spreken van een voltooide politieke ontwikkeling tot afschaffing van de slavernij. En dan gaat het dus niet alleen meer over de staten die in opstand waren, maar dan gaat het over heel Amerika. De slavernij is feitelijk afgeschaft. Het lijkt mij persoonlijk terecht dat Lincoln als beste president aller tijden wordt bestempeld. Je zou dus eventueel van hem kunnen zeggen dat hij wel heel erg gematigd was. Dat niet altijd dat die brieën die je verwacht te vinden bij de grootste president altijd herkenbaar is. Het blijft een beetje van het een en het ander, maar dat is volgens de historici eigenlijk juist zijn kracht geweest. En bij alle beoordelingen van presidenten moeten we ons realiseren dat dat mensen zijn van hun tijd. Wij kunnen wel zeggen, de slavernij is een gruwel, het is een schande. Hoe kan het dat Lincoln daar niet radicaler mee om is gegaan? Maar hij was een man van zijn tijd, hij had te kampen met de beperkingen van zijn tijd. Lincoln is ook de eerste Amerikaanse president die wordt vermoord. En hij blijft niet de enige. Er zullen 4 presidenten in totaal vermoord worden. Er zijn eigenlijk geen presidenten tegen wie geen moordaanslagen zijn beraamd. In 4 gevallen is het gelukt. En daarover gaat het volgende college.